Mijn naam is Gerda Dapper en ik heb een voorliefde voor het gekleurde portret. Dat komt omdat ik vroeger eigenlijk altijd al moest tekenen. Dus dat is gegroeid. En, want ik ben de jongste, van ga jij maar tekenen. En toen ben ik op mijn 24e ben ik naar Afrika gegaan. En daar heb ik het gekleurde portret ontdekt. En dat is altijd aan me blijven kleven. En ja, ik heb dus een voorliefde voor die mensen om die portretten te tekenen. Want ze zitten heerlijk. Ze zitten meteen relaxed. En ik vind het nu een eer om ze hier in de grote kerk te hebben. En zeker deze mevrouw, omdat die van Molukse ouders is. En Vaassen heeft een hele grote Molukse gemeenschap. De kleur van 2023 is in dit geval oranje. Want oranje is de kleur van creativiteit. En zij is heel creatief. Want zij maakt muziek. En ze maakt video's. En is ook het jaar van de bewustwording van dat wij hele stukken geschiedenis missen. Van hoe de geschiedenis is geweest in de koloniale tijd. We hebben het jaar van Katie Cotty. Dus we hebben een heleboel geschiedenislessen in te halen. Ik hoop dat ik hier een steentje aan bijdraag. Nou, daarvoor al. Ik als kind al. En ik heb een creatieve opleiding genoten. En ik heb arts en crafts gegeven op een kweekschool in Kenia. Daar heb ik 3 jaar gewerkt. En daarna heb ik hier in Nederland ook gewerkt. Ik ben ook in Nicaragua geweest, een jaar of 11. Heb ik ook teken- en schilderlessen gegeven. En altijd blijven tekenen. Okay. Ik heb een eigen idee. En ik doe ook portretten in opdracht. Maar ja, dat zijn meestal zeg maar de witte Nederlanders. Dus die hangen hier niet. Oké. Okay. Dus, heb je nog één wens? Ja, ik heb een wens. Zeker, een hele grote wens. Om deze serie van gekleurde Apeldoorners ergens te zijn de tijd in een mooie publieke ruimte op te kunnen hangen en dat ze daar permanent hangen, zodat mensen uit Apeldoorn zich kunnen spiegelen aan de veelkleurigheid van de inwoners.